Goedenavond. Leuk dat jullie kijken naar de allerlaatste aflevering van het Huttenbouwjournaal. Ja, en we gaan er natuurlijk iets onwijs cools van maken. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Kijk met ons mee. Weer met de donderdagavond van de Huttenbouw 2019. Niet rennen, jongens, niet rennen, niet rennen. Omdat hij de frietje niet had betaald. Maar ondanks dat heeft ze toch een hele leuke week gehad. Want het was jouw eerste keer. Ja. Hoe vond je het? Heel leuk. En waarom ik het heel leuk vond. Je kan er heel veel. Je kan dingen neerzetten die je niet in je tuin kan neerzetten. En je kan ook heel veel emotie in het bouwen kwijt. Je kan je uitleven in je versiering. En dat vind ik ook altijd heel fijn. Om zelf dingen te creëren. Dus je bent er volgend jaar weer bij? Ja, zeker. Helemaal goed. Hey jongens, hoe is het? Goed. Ja? Hey, ik ben eigenlijk op zoek naar een beetje toffe verhalen over wat er vandaag gebeurd is. Hebben jullie een beetje een stoer verhaal? Ja. Wij hebben toen het liedje kwam, shirt uit en draaien, hebben wij allemaal onze shirt uitgetrokken en gingen we met onze shirt draaien. Oh, cool. En verder nog, dat je zegt van nou, dat is echt heel stoer om te vertellen. Ja, verstoppertje en dat is best wel heel erg leuk. Ja, dat snap ik. Vooral in zo'n huttenbouwdorp als dit natuurlijk. Ik zit hier ondertussen bij de drive-thru. En is hier nog wat te bestellen? Nou ja, eigenlijk is alle cola op. Dus. De cola is op. En hebben jullie nog iets anders in de wachtrij? Chocolaatjes. Chocolaatjes. M&M's hebben we ook. M&M's. De bruine? De peanut. Nee, laat dat maar zitten. Dat is niet lekker. Heb je nog een beetje meisjes gescoord? Nee. Half. Want het was gewoon onze buren. Daar gingen we gewoon mee. Oh, maar je hebt geen meisjes gescoord. Nee. Gaat dat nog gebeuren? Nee. Nou, tik hem aan, jongens. Bam. Hey, lekker bezig. Veel plezier, hè? Dankjewel. Hoi. Ze zitten hier. Zijn er toevallig ook nog stelletjes op de hut te bouwen? Of dat jullie roddels hebben gehoord? Ja, dat niet. We hebben wel gehoord van Mika in onze hut. Die had verkering met Samen, maar dat is eruit. Ah, dat is wel weer uit. Slaat nergens op. Dat is jammer. Een soort van knipperlichtrelatie. Ja, zoiets. Nou, dan kan hij beter naar de disco gaan. We gaan even door naar Marcel. Hoi. Hoi. Ben je boos? Nee. Waarom kijk je dan zo? Dat doe ik niet. Oh. Oh. Echt niet? Nee, echt niet. Oh.
Oké, ze is niet boos. We hebben dus een paar kinderen pizza's besteld. Alweer. Fantastisch. Hé jongens, wat houdt de bestelling in? Wat? Wat houdt jullie bestelling in? We hebben 3 pizza's gehad. Hadden jullie honger of zo? Nou, een beetje wel, ja. Nou, een beetje. Kijk eens wat er ligt, joh. Ja, er ligt heel veel, ja. Heel lekker. Ja. Het is zeker heel lekker. Geniet ervan, jongens. We hebben natuurlijk het spookhuis een tijd geleden gezien, maar ja, we willen het spookhuis natuurlijk wel even in actie zien. Hoe eng is dat spookhuis nou daadwerkelijk? Heel erg eng. En wat maakt het nou zo spannend? Nou, net dat we niet wisten, toen kwamen we terug van de disco en toen zat er een egel in onze hut. En we wouden er bijna op gaan zitten. Een egel in jullie hut? Ja, dat was echt heel erg eng. Hoe groot was die egel? Ongeveer zo groot. We zitten hier in een wijkday en we zitten in de tent van de wijkleiding naast Noah. En Noah die kan dus dit. Kijk, er gaan dan. Het heeft een neus, het heeft 2 oren. Ik gok nu ook 2 pootjes. Ja. En nog 2 pootjes. En een staart. Kijk dan, bijna identiek. Ik vind het fantastisch. Ja, hallo, daar zijn we weer. Ik ben de nachtburgemeester voor deze nacht. En we gaan eens eventjes kijken of we nog leuke roddels of leuke verhalen over de nacht kunnen vinden. Gaan jullie mee? Hey, maar zijn jullie nou nog wat van plan? Dat je zegt van nou, we gaan vannacht nog een prank uithalen. Je moet er wel je eng van. Ja. Bij de buren een partypopper laten proeven. Maar je wacht toch wel tot ze slapen dan? Ja. En er is alweer een egel gevonden op de Huttenbouwterrein. En we gaan eens even kijken hoe het ermee gaat. Hallo? Heb jij je deelnemerskaart bij je? Volgens mij ligt hij al te slapen. Hoi dames! Hoi! Hey, ik ben eigenlijk op zoek naar de allerbeste huttenbouwroddel van deze avond. Vertel. Ik denk dat ik mijn zus en haar vriendje ook laat schrikken vandaag. Ja, oh, heb ze een vriendje? Ja. Ze is de huttenbouw. Ze hebben Op de huttenbouw is het gebeurd en ze hebben nog gezoend ook. Ze hebben gezoend. En, nou ja, vertel maar even, hoe heet ze? Ze heet Lisa. Ja, Scott en Elisa. Scott en Elisa, en ze hebben al gekust. Ja. Nou ja, ik denk dat ze dit morgen wel terugzien en ze zullen vast niet blij met jullie zijn. Maar ik vond het een geweldig verhaal. Een hele goede morgen. Ja, welkom bij een nieuwe en ook tevens de laatste aflevering van de Bijbeunmannen. Zeker, we mogen nog 1 keer klussen. We gaan nog 1 keer aan het werk. Ja, en dat mogen we vandaag doen bij Michel. Ja, Michel, wat mogen we vandaag doen? Nou, mijn taak, eigenlijk een van de weinige taken die ik zelf doe, is ik deel de krentenbollen uit op de vrijdagochtend aan kinderen die klaar zijn met opruimen. Ja. Dus... doen jullie het maar even. Nou, Wouter is er denk ik al vandoor, die had er zin in. Ja. Of hij eet ze allemaal zelf op. Ik ga even kijken waar die gebleven is en we gaan het regelen voor die krentenbollen. Hoppa. Krentenbollen! Hier, en een krentenbol voor jou. Hoppa. En voor jou. Hoppa. Ja, daar nog één. En voor jou. Hoppa. En voor jou ook nog een krentenbol. Wat zei jou hoor. Wat, Brian, nog een krentenbol? Eén krentenbol. Alsjeblieft. Ja, lekker. Hier, hoppa. Alsjeblieft. Komt hier, Renate. 1. Wacht even, je moet er een beetje een schoenschijf van maken. Oh, ja. Nou, we hebben nou wel aardig wat mensen gehad, maar nog niet iedereen. We gaan nog even door. Ja hoor. Hoppa. Ja hoor. En hoppa. Jullie willen er ook een? Nee. Krentenbol, alsjeblieft. Ja hoor, eet u maar. Ja, jij ook, ja. Hoppakee, opeten. Hoppa. Hoi, wil jij lekker krentenbollen? Ja, alsjeblieft. Marcel, er ligt er nog iets voor jou. Krentenhol! Oh. Hey Mo, wil je een krentenbolletje? Ja, zeker. Nou, doen we er voor jou 2, want jij kijkt niet zo nauw. Hey, alsjeblieft. Hey Alex, zullen we voor jou maar een hele zak doen, krentenbol?
Ja. Alsjeblieft. Eet smakelijk, hè? Geniet ervan. Dank u wel, chef. En zijn we er al bijna doorheen, Marcel? Nou, dat schiet al aardig op, maar we zijn er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. Zo, dus jullie lekker krentenbolletje. Wil je een krentenbol? Wacht even hoor, wacht even. Krentenbowlingbaan. Die is flauw. Kijk eens, voor je krentenhol. Alsjeblieft. Oh, als die staat omhoog gaat, bloedt het dan minder? Ja. En nu heeft Marcel het te pakken hoor. En nu komt Marcel niet meer bij. We starten bij deze even een compilatie van de slappe lachen van de afgelopen week. Heel dat ding. Dat is de eerste. Oké. Okay. Ja. Hier, kom eens in. Dat zag er niet zo. Oké. Okay. Spookachtig. Dat vind jij. Nou, en dan was de compilatie weer. Ben je alweer bijgekomen? Ik ben niet gestopt met lachen, geloof ik. Ik denk nee, dat dit wel een minuut of 25 heeft geduurd. Mensen, lief. Nou, dat was hem alweer. Dat was hem alweer. Ja, zeker. Michel, kom er eens bij. Hoe hebben we het een beetje gedaan? Nou, volgens mij is de wagen bijna leeg en volgens mij hebben de kinderen genoeg gehad. Zeker. Dat denk ik ook. En, ja. Hebben we ons best op gedaan. Ik ben er wel goed tevreden over jullie, ja. Ja, hartstikke goed. Nou, dat is wel positief. Is ja, zeker positief. Zeker, voor ons laatste klusje van deze hut te bouwen is dat een heel mooi einde, denk ik zo. Ja, kunnen het voldoende afsluiten. Volgend jaar weer. Volgend jaar weer. Ja, oké, maar dan moet je niet de krent uit het pap gaan halen, hè? Nee, ik stoel ze in de bol. Oké, hartstikke goed. Nou, hey, bedankt voor deze opdracht. Jij ook. Ja, tik hem aan, ouwe. Tik hem aan, vrouwen. En dit was hem weer. De laatste voor dit jaar. Dank jullie wel! Het was een week vol hoogtepunten. Zagen, timmeren, krijten en verkopen. Maar de Babbelbox is niet verlegen en vraagt: wat vond u nou het hoogtepunt van de huttenbouw? Ik heb de huttenbouw zoals ieder jaar eigenlijk echt als fantastisch ervaren. Ieder jaar is dit echt een van de toppunten van het jaar. Het begon niet echt lekker, want we hadden eerst geen plekje. En uiteindelijk hebben we wel een hut kunnen maken. En ik kijk nu alweer uit naar het volgende jaar. Echt, het is hartstikke mooi. Ja, ging het uiteindelijk best wel goed. En hebben we gewoon, ik weet niet wat te zeggen. Ja. Maar het leukste was bij het slapen. Het slapen gingen we, het begin gingen we gewoon heel veel buiten spelen. En daarna verder zijn we gewoon heel veel opgebleven. Alleen sommigen gingen slapen. Ja, ik denk gewoon het bouwen. Het is leuk om er mee bezig te zijn. Het leukste was het slapen, omdat dat was heel gezellig met z'n allen in die kleine hut. Een vriendje van mij die ging slapen, die is door de hele hut gerold. Die gingen allemaal dingen tegen hem zeggen en dat deed hij ook gewoon. We moesten hem zelfs een beetje aan de kant doen. Duwen, anders viel hij naar beneden. Ja. Echt gewoon een half uur heb ik hem gefilmd op mijn telefoon. Dan ga ik hem met zijn broer delen en dat gaat hij heel leuk vinden, denk ik. Ja. Alleen we lagen wel een beetje krap. Dus dat was wel jammer. We hebben de hut hebben heel leuk gefilmd. We hebben ook heel lekker geslapen. Nou, ik vond het vooral heel gezellig met heel veel mensen. En de disco was ook heel vet. De disco was heel erg leuk en de slapen was ook heel erg lekker. Het was echt heel erg leuk. Maar we werden heel erg bang van die egel in onze hut.
De eerste dag vond ik super leuk, want toen hadden we direct al een beetje een hutje staan. En dat en de disco vond ik ook super leuk en ook het slapen. Het was heel erg leuk. Hun drieën sliepen allemaal. Ik zwerfde rond. Dat was heel grappig. En we hadden binnen 2 dagen hadden we al eigenlijk de hut al af. Ja, ik had geen zin om te slapen. Goed, ik vond het heel leuk. Ik heb best goed geslapen. En ik vind, ja, heel erg leuk altijd op de hut bouwen. Het krijten was echt top en de spelletjes en het timmeren was het leukste bij de huttenbouw. Ik hou van bouwen en ik hou van hutten en zo. Ja, Huttenbouw 2019. Wat een onwijs mooie week was het. We hebben fantastisch weer gehad. 2 buitjes, even om het stof weg te spoelen. Het was natuurlijk weer fantastisch dit jaar. We hebben genoten. Niet iedereen is er alle dagen bij geweest. Ook ik niet, maar ondanks dat, het was weer een fantastisch jaar. Het zonnetje schijnt nog steeds. Heerlijk weer. Super fijne kinderen. En we zien jullie hopelijk volgend jaar gelijk weer terug. Wat heb ik genoten. 5 dagen vol gas productie draaien. Achter de camera, montage en voor jullie presenteren. Allemaal gezellige kinderen om me heen. Allemaal gezellige mensen. Leuke vrijwilligers. Ik heb genoten. Dank jullie wel. Nou, ik heb de huttenbouw natuurlijk super tof beleefd. En dat is eigenlijk net zoals ieder jaar. En ik hoop dat jullie dat ook heel gaaf hebben beleefd. Er waren al een aantal vaders en moeders die spontaan hebben aangeweld om vrijwilliger te worden bij de huttenbouw. Dat vinden we natuurlijk fantastisch. Kom ons helpen om de kinderen ook een fantastische week te bezorgen. En aanmelden, dat doe je natuurlijk op deleukstewekvanjevakantie.nl of de welbekende website www.huttenbouw.nl. Ga je allemaal... zet hem in je favorieten, zet hem vast. Volgend jaar aanmelden, hou Facebook in de gaten. Hou de Instagram in de gaten. En we zien jullie allemaal terug volgend jaar voor een top 2020. Dit was hem alweer het allerlaatste Huttenbouwjournaal van dit jaar. Ik ga je missen, Wouter. Ik ga jou ook missen. Echt vervelend. En wat hebben we genoten. Wat hebben we gelachen en ik hoop jullie ook. Zeker, en wat wil ik heel veel mensen bedanken. Renate, ik wil jou hartstikke bedanken voor de presentatie voor de afgelopen dagen dat je erbij was. En natuurlijk Jordi Wolswijk, Sidney Dijkers en Jeremy Hutt. 3 cameramannen die ons ook nog hebben bijgesteund deze week. Dank jullie wel. En... ja, super. En natuurlijk al onze fantastische vrijwilligers. Het bestuur, onze voorzitter Michel en alle sponsoren. Want vergeet ze niet, zonder hun geen huttenbouw. Ik zou zeggen volgend jaar weer. En de belangrijkste mensen, de kijkers. Wij willen jullie bedanken voor het kijken. Tot volgend jaar. En slaap lekker.